komen op Red the Oldtimer. Een evenement dat ik georganiseerd heb om onze bezorgdheid te laten tonen aan de buitenwereld in verband met de opkomende lage emissiezones. Het is zo door de opkoming van de lage emissiezones eigenlijk dat onze hobby een klein beetje bedreigd is. En vandaar dat ik het symbolisch ook een rouwstoet genoemd heb voor oldtimers. Omdat als de lage emissiezones blijven verder opkomen, dat we onze hobby eigenlijk kunnen begraven. Dus het is ons positief vandaag in het straatbeeld dat we ons een keer gaan laten zien. We nemen de randgemeente van Gent en ik verwacht toch een 300 à 350 tal deelnemers hier vandaag. Dus,